harte welkom hier weer bij een nieuwe editie van Literatuur Late Night. We hebben vandaag bijzondere gasten waar we allemaal heel erg trots op mogen zijn. We gaan spreken hier met Sayed El Hadji. We hebben ACO Literatuurprijswinnares Marente de Moor te gast. We gaan luisteren naar muziek van Lotte van Dijk. En we hebben precies datgene waarvoor u eigenlijk gekomen bent. De literaire prijsvraag. U kunt vanavond naar huis met twee boeken van de schrijvers die hier aan tafel hebben gezeten. En zij zijn zeer genegen om dat boek voor u te signeren met opdracht. En daar misschien wel bij zeggen, lieve, dat soort dingen. Dames en heren, van harte welkom bij Literatuur Late Night. Het is belangrijk dat u weet dat hier boven uw hoofd een paar UFO-achtige objecten hangen. U heeft er al naar gekeken van wat mag dat in godesnaam wezen. Mensen die vaker komen weten dat wij worden gefilmd. Oh, ja. En het geluid wordt ook opgenomen. Dat betekent dus dat als u dan zegt, oh, dan hebben de mensen thuis begrepen dat er iemand in de zaal zit die hoogst verbaasd is over al deze moderne apparatuur. Maar het zou ook kunnen zijn dat u misschien een steuntje in de rug wil geven van deze show en wil zorgen dat de mensen thuis het idee hebben dat het hier ramvol zit. Dus u mag applaudisseren. Dat mag u bijna gaan doen als ik aan tafel ga zitten en heb gezegd, dames en heren, welkom. U mag vooral ook hardop lachen. Dames en heren, van harte welkom bij Literatuur Late Night. Ik had dat natuurlijk eigenlijk zo met mijn handen zo gevouwen moeten doen en met een rollende R had ik geleerd van Matthijs van Nieuwkerk, speciaal voorbereid voor u. En ik faal alweer in de eerste minuten. Excuus bij voorbaat. Die speciale gasten waarover ik vertel. Ik ga graag de allereerste naar voren vragen. Ik heb het daarbij over Sayed El Hadji. Sayed El Hadji, jij debuteerde in het jaar 2000 met de roman De Dagen van Shaitan. Spreek je dat een klein beetje goed uit? Je spreekt het goed uit. Ik ga waarschijnlijk de komende 25 minuten... Ja, je doet het. De komende 25 minuten ga ik allerlei namen totaal verkeerd uitspreken. En jij gaat me direct corrigeren dan. Ik zal dat direct doen. Ik zal je ook afstraffen als het wil je dat doen? Ja, dat doe ik. Jij, en plein publiek? Heel fijn. Dagen van Shaitan, ik kom in de buurt. Waarin jij afrekende met de hypocrisie van de islam en waarvan de autoritaire vader de belichaming vormt. Jij werd toen door Pieter Steins, recensent van NRC Handelsblad, omschreven als de eerste, de islamitische Maarten het Hart. Een ontzuilingsroman zou je hebben geschreven. Daarna heb jij in 2006 geschreven De Goddelijke Duivel. Waar een schrijver van Berberse afkomst op zoek gaat naar zijn God. En dan nu zijn we opnieuw in het islamitische thematiek gebleven met het boek De Aankondiging. Dat is een boek dat speelt in de jaren, de eeuw voordat de profeet Mohammed geboren wordt. Wij volgen hier als hoofdpersonage de grootvader van die profeet, Mutalib. En jij beschrijft Mekka op dat moment als een bloemrijke stad waar solidariteit is, waar vreugde heerst. En het is wel een tijd in transitie waar van alles en nog wat staat te gebeuren. Je hebt daarvan een prachtige trailer gemaakt. Het lijkt me goed om de sfeer van het verhaal te proeven door daarna te gaan kijken.
onheilspellend, hoor. Nou, hè? Nou. Ja, het zit natuurlijk al in de titel, de aankondiging. Ik wilde dat een soort van iets hoopvols, maar tegelijkertijd ook onheilspellend. Iets sinisters, kraaien, ja. Nare geluiden op de achtergrond. Daar werd het de 18 oktober werd het aangekondigd, de aankondiging. Nu begint het hele circus te lopen. Er komen allerlei recensies in kranten. Vanochtend, of vanmiddag, was dat NRC Handelsblad. Jij postte het meteen op je Facebook. In eerste instantie furieus. En toen langzaam maar zeker kantelde het. Je mening, je had eerst bedacht, vanavond bij Literatuur Late Night, we gaan hem ritueel verbranden. Ja, want ik dacht echt dat het een... Ik heb dus eerder met Pieter Steins te maken gehad, inderdaad met mijn debuutroman. En die prees hij de hemel in. Inderdaad echt als een islamitische Maarten het Hart, islamitische Jan Volkers. Terwijl ik tot dan toe echt nog nooit Jan Volkers of Maarten het Hart had gelezen. Dus een opmerkelijke je hoeft het niet gelezen te hebben om erop te lijken. Nou ja, in ieder geval was ik daar in ieder geval niet bewust mee bezig om iets te ontzuilen. Of om een nieuwe richting aan te wijzen of zo. Ik was bezig met het... Een schrijver die een boek schrijft is niet bezig met hoe het uiteindelijk... Gaat vallen in de kritische wereld. Die volgt gewoon zijn eigen hart en laat zijn hart iedere keer spreken bij het schrijven van ieder boek, iedere tekst. En het is altijd weer verrassend hoe het gaat vallen in de wereld. Het is als een kind dat je op de wereld zet en het is altijd maar afwachten hoe dat kind dat gaat doen. En of het überhaupt gaat doen. Ik sprak heel eventjes van tevoren Marente de Moor, straks de gast. Zij zei, ik vind het zo raar dat recensenten dan gaan schrijven over mijn boek, over mijn personages, in één keer alsof ze echt bestaan. Ja, dat is zeker in het begin is dat echt een bijna magisch realistische ervaring. Dus ik denk, het is echt heel... het doet ook een beetje pijn. En ik heb er zeker ook naar aanleiding van het eerste boek heb ik er een soort van angst voor gekregen. En ik was ook bang dat ik dat ook weer zou ervaren bij de aankondiging. Maar op de een of andere manier ben ik in de tussentijd toch wat volwassener geworden en ben ik er niet zo van onder de indruk. Ik was ook helemaal niet zo onder de indruk van de recensie van NRC Handelsblad vandaag. Ik vind het echt een hele gemakzuchtige recensie. Niet doordacht, niet goed gelezen. En dan moet ik het misschien het is toch een beetje de... Ik denk dat het dan toch een beetje mijn eigen uitgever is die ik dan moet verwijten. Want ja, mijn uitgever wil heel graag dat er recensies komen over het boek. En daarbij bellen ze die redacties, die krantenredacties, voortdurend op van waar blijven die recensies nou? Wanneer gaan jullie nou recenseren? En Pieter Steins moet dan zwaar tegen zijn goesting dat boek lezen. Met tegenzin moet hij dat boek dan gaan lezen. En dan krijg je dit soort recensies. Vrees ik. Wat sneu voor die man eigenlijk. Nou ja, werk. Het is gewoon werk. En dan wil wel eens de passie erbij. We gaan het straks hebben over jouw passie in je werk. Je hart maakte wel vandaag ook een klein sprongetje toen je hoorde over de Volkskrant. Want morgen staat daar een recensie in en je weet nu al dat die positief is. Ja, dat is dat voor iets raars? Dat is wederom die uitgever die belt van wanneer komt die recensie nou? Want dit en dit, want wij willen toch een quote kunnen plaatsen op de tweede druk enzovoort. En eindelijk. Eigenlijk zou de Volkskrant vorige week komen, maar ze hadden ervan afgezien omdat vanwege commerciële overwegingen er kwam een advertentie tussen. Dus mijn recensie moest even wijken voor een advertentie. Zij het in wat voor wereld leven wij? laten we daar gewoon de rest van ons half uur zeggen. Maar, Als ik Connie Palmer was, dan hadden ze die afweging vast niet gemaakt. Want die krijgt gelijk 3 pagina's. En bij mij maken ze dan de afweging van we plaatsen liever eerst een advertentie. Maar als er dan morgen in de Volkskrant staat, hij is de Marokkaanse Connie Palmer.
Ja, daar gaat het hard. Ja, reken daarop. De aankondiging. Ik dacht erover te beginnen. Nou, het begin leek me wel praktisch, maar ik ga het begin en het einde eventjes aan elkaar koppelen. Laten we beginnen. Er staat een citaat voordat het verhaal begint. Misschien kan ik het zelf even voorlezen. Ja, dat is een citaat van de grote Maghrebijnse, dat wil zeggen Noord-Afrikaanse geleerde Ibn Khaldun. Die leefde in de 14e, 15e eeuw. Een van de grootste geleerden uit de islamitische wereld. En dit citaat komt uit zijn groot naslagwerk, dat heet Muqaddima. Eén element moet dus de overhand krijgen over alle anderen. Zo moet er, om vermenging te doen plaatsvinden, ook één groepssolidariteit zijn die alle anderen overheerst. Waarom kies je voor zo'n citaat om jouw verhaal mee te openen? Laten we beginnen, waarom deze auteur? Nou ja, nogmaals, omdat die man leefde aan het einde van de islamitische dominantie, van de Arabische dominantie. Het was eigenlijk al aan het vervallen. En wat hij wilde een soort van islamitische renaissance scheppen, zodat dat verval van de islamitische wereld kon worden teruggedraaid. Hoe hij dat deed, hij schreef dus dat lijvige werk waar ik uit citeer, schreef hij om islamitische leiders, om islamitische emirs, keizers, koningen, om die op de een of andere manier te inspireren en hen ideeën aan de hand te doen van hoe zij dat kunnen gaan doen. Daarmee geef ik al een deel van het antwoord. Ook ik wil dat de huidige islamitische wereld ontwaakt uit zijn slachtofferschap, uit zijn gevoel van ja, ooit waren wij de machtigste, we zijn door kolonialen en door ongelovigen zijn wij verslagen enzovoort. Ik wil dat ze zich bewust worden van hun rijkdom, van hun rijke historie. Tegelijkertijd, dat ene element waar hij het over heeft, die enkele groepssolidariteit, ik vind dat staat haaks op een beetje onze multiculturele ideaal, of tenminste die wij 10 jaar geleden misschien ooit hadden. Omdat wij geloofden toen van ja, iedereen zijn eigen god en dat komt vast wel goed. Ja. Realiteit leert dat het helaas niet zo werkt. Er zijn altijd groepen die streven naar macht. Dat is op zich niet slecht. Alles wat zich organiseert, dat streeft naar invloed. Juist omdat ze zich heeft georganiseerd. Ik vond dat echt heel... Juist het gemak waarmee hij dat heeft opgeschreven. Wij zouden dit behoorlijk politiek incorrect noemen, maar dat gemak waarmee Ibn Khaldun dat toen kon schrijven, was voor mij een openbaring. In de 14e eeuw. Ja, ja, was voor mij een openbaring. Want ook toen in de islamitische wereld hadden ze namelijk te maken met een multiculturele samenleving. Hadden ze te maken met allemaal verschillende volkeren. Allemaal wilden ze dat hun ene god het voor het zeggen had. En Ibn Khaldun erkende dat en hij wist gewoon, nou, daar moet uiteindelijk één solidariteit uit voorkomen. Want anders blijf je maar altijd tegen elkaar opboksen. Betekent dat één solidariteit, dat er een knoop moet worden doorgehakt. Er is maar één waarheid en precies, dat is die ene god. Uiteindelijk moet er iemand zijn die zegt, en zo gaan we doen, klaar. Ik bijvoorbeeld wat Balkenende toen hij nog heerste over het land. Ja, toen zei hij al heel snel,
dat er eigenlijk de hij noemde het dan de joods-christelijke cultuur, die moest dominant zijn. Nou, dat is eigenlijk precies hetzelfde als wat Ibn Khaldun zegt. Ibn Khaldun noemt dan geen namen. Hij zegt niet van het moet de islamitische zijn of het moet de boeddhistische zijn of het moet de christelijke zijn. Er moet een keus worden gemaakt. Precies, er moet uiteindelijk één element zijn, één groep solidariteit zijn die gaat overheersen. Dus jij opent je boek met het citaat van een 14e eeuwse Balkenende. Dat Ibn Khaldun kreeg de gelegenheid niet om een Balkenende te zijn. hij bleef wetenschapper. En ja, wetenschapper, want corrigeer me, ik heb me even moeten behelpen met Wikipedia-kennis. Dus je weet er vast veel meer van dan ik. Ik heb begrepen dat hij was historicus, maar hij had ook heel veel kritiek op zijn collega-historici die zich slechts op één bron baseerden of in de interpretatie tekortschoten. Ja. Maar je moet wel weten, Ibn Khaldun is eigenlijk de grondlegger van de moderne historiografie. Hè? Dus in die tijd deed eigenlijk iedereen maar wat en noemden ze dat geschiedenis, noemden ze dat historie. En hij kwam met echt een methodiek die verifieerbaar is en die ook onderbouwd is, zodanig dat je kunt spreken van een wetenschap. En wat jij vervolgens doet, jij gaat een verhaal schrijven over de tijd voor Mohammed, over een figuur waar eigenlijk niet zoveel bronnen over zijn, over een tijd waar je maar naar moet gissen. Dus wetenschappelijk onderbouwd, hoe zit het? Hoe ben jij aan de slag gegaan om dit verhaal te schrijven? Om even kijken, in welke eeuw zitten we? De zesde eeuw na Christus. Ja, Mohammed 571. Tot die tijd beschrijf jij een klein beetje eroverheen nog. Vijf jaar eroverheen. Ja. Maar hoe ben jij te werk gegaan? Hoe heb je onderzoek gedaan? Of kon het je helemaal niet schelen of het wel historisch correct was? Ik heb juist in het begin veel te veel research gedaan, veel te veel gelezen, veel te veel bronnen willen onderzoeken. Dat heeft ervoor gezorgd dat het kostte wat tijd om al die informatie om die te laten bezinken. En dat zorgde er wel voor dat ik er erg lang over heb gedaan. Ik heb er met research en al heb ik er toch 5 jaar over gedaan, over dit boek. Dus naar de mening van mijn uitgever toch iets te lang. Dus ik weet niet of ik dat nog eens zo zal doen. Maar je bent daar de oude Arabische teksten ingedoken? Ik ben de allereerste biograaf van Mohammed ben ik gaan lezen. Helemaal in het Engels, want die is dus niet in het Nederlands vertaald. En dat is. Hoe is jouw Arabisch? Heel slecht. Ah. Ik spreek eigenlijk geen Arabisch. Ik spreek je beter een plaatje van Engelse woorden kunnen doen, want dit zag er heel tof uit, maar je kan je dus niks mee. Nou ja, dit kon ik dus vroeger echt uit mijn hoofd. Hè? Dit ken ik vroeger uit mijn hoofd. Ja, uit je hoofd lezen. Zo niet dat ik wist wat er stond, maar ik ken het uit mijn hoofd. Het was fonetisch, gewoon kende ik het volledig uit mijn hoofd. Maar als je dan die oude bronnen in het Engels, voor mijn part. Je leest stokoude teksten. Waar kom je achter wat je nog niet paraat had? Want je bent opgevoed in islamitische context, dus je kende al die verhalen natuurlijk wel. Maar dan gebeurt er iets, dan lees je die teksten. En wat gebeurt er? Nou, je gaat eindelijk eigen interpretaties, eigen duidingen ga je geven, want je inderdaad, ik kende een heleboel van die verhalen. Ik had vroeger de Koran voor de helft kende ik uit mijn hoofd, dus dat had ik inderdaad allemaal meegekregen, maar er zat geen enkele betekenis in van mijn kant. En nu kon ik dat gaan doen. Nu bij het lezen van al die bronnen ging mijn eigen verbeelding leven. En het ging eigenlijk als nooit tevoren overwonnen een bepaalde plek in mijn hart. Dat deed het eerst niet. Eerst was het gewoon daar ingeplant, weet je wel. Het was gewoon, het was daar geïndoctrineerd. Jij kon het reproduceren, maar wat je nou precies dan zei. Precies, en het was ook zonder enige liefde, zonder enige genegenheid. Het zat daar gewoon en ik kon het kopiëren wanneer het mij gevraagd werd. Dus ik was een soort van religieus kopieerapparaat daardoor. En door nu gewoon lekker zelf erin te gaan duiken en omdat ik er zelf in geïnteresseerd ben,
ben ik het vele malen rijker door. Maar ik heb begrepen, rond je 20ste heb je officieel gebroken met het geloof. Je hebt je ouders verteld van ja, ik ga niet naar de moskee, ik bid niet en het zegt me allemaal niks. Maar ben je dan door dit onderzoek, je zegt ik heb er liefde voor gekregen. Is er dan een nieuw religieus gevoel voor in de plaats gekomen? Nee, ik ben nog steeds niet religieus. Maar ik hou wel graag mijn persoonlijke spirituele ontwikkeling wil ik wel in de gaten houden. Ik heb er een hekel aan als mensen zeggen van ja, geloof dat is alleen maar onzin, dat is alleen maar opium voor het volk, bla bla bla. Ik vind dat allemaal veel te cynisch. En zo ervaar ik het ook helemaal niet. Ik wil graag ik denk dat mensen gewoon spirituele wezens zijn. Dat zijn ze gewoon per definitie. En het is onzin om dat af te doen als een gril uit de vroegere tijden of zo. Het is zoiets als zeggen van ja, ik geloof niet in de liefde en het is allemaal opium voor het volk en ik doe er toch niks aan. Weet je wel? Ik vind dat ook veel. Het is zo. Ik ga op zondag wel naar het bordeel, maar verder niet. Ja. Ja, zoiets. Maar oorspronkelijk, en dat zeg je in het nawoord, was je van plan een verhaal te schrijven niet over de grootvader van de profeet, maar over de profeet zelf. Ja. En dat kwam voort, dat zeg je net, uit de wens om de boel wakker te schudden, om het van een andere kant te laten zien? Nee, niet om de boel wakker te schudden. Om bij het begin te beginnen. En ook omdat er nog heel veel ruimte is. Die tijd is nog niet zoveel beschreven. Eigenlijk heel weinig. Zeker in het Nederlands is er helemaal niks. Niks over. Terwijl er over Mohammed, je kunt er zijn bibliotheken vol van geschreven. En allemaal prachtige interpretaties, prachtige theorieën. Waardoor je er eigenlijk heel moeilijk iets aan kunt toevoegen. Het is lawaai. En ik wilde juist een ruimte opzoeken waarin ik nog aanwezig kan zijn. Waar ik persoonlijk nog mijn weg kan zoeken. Waarover er nog niet zoveel geschreven is. En dat werd deze tijd. Niet voor niets wordt het trouwens door moslims zelf wordt het de tijd van onwetendheid genoemd. Omdat er gewoon niks over bekend is. Maar ook omdat het een tijd is waarin de wereld inderdaad in transitie is. De Byzantijnen, dus de Oost-Romeinen, waren aan het vervallen. De Perzen in het oosten, net zo. Die rijken hadden na eeuwen van oorlog, waren ze zodanig uitgeput dat ze eigenlijk weinig meer substantieels konden toevoegen. En daarin zagen de Arabieren een gat. En sprongen zij daarin en wisten zij eigenlijk in razend tempo, wisten zij heel Noord-Afrika, een deel van het Byzantijnse Rijk en ja, het hele Perzische Rijk tot aan Indonesië wisten zij onder hun eigen invloedssfeer te brengen. Nou, die tijd is natuurlijk super interessant. Er moet heel veel zijn gebeurd en er is zo weinig over geschreven. Nou, ik hoop dat ik mijn bijdrage daaraan heb kunnen leveren. Dat heb je zeker gedaan, 200 pagina's lang. Wat mij opvalt, en ik ben geen islamdeskundige, ik weet er geen donder van, maar de kleine dingen die ik hoor, en als ik met mensen over dit boek spreek, die zeggen wat er opvallend is, is dat normaal gesproken in de islamitische geschriften wordt die tijd voor Mohammed wordt beschreven als een soort Sodom en Gomorra en het werd tijd dat er iemand orde op zaken kwam stellen en het een beetje de bezem er doorheen en een nette nieuwe wereld ging creëren. En in jouw boek, ja, ik lees Mekka als een plek vol solidariteit, als een plek waar mensen van allerlei gezindten, allerlei geloven welkom zijn. Een handelsstaat, een plek waar het natuurlijk ook in praktische zin heel wijs is om iedereen een beetje tevreden te houden. Het is een heel, ja, een het lijkt eigenlijk op het Nederland van 10 jaar geleden. Nou, ja, misschien wel nog steeds. Nederland is nog wel steeds een open samenleving. Al lijkt het door alle retoriek niet zo. Maar ik heb dat bewust gedaan. Ik wilde het doen laten lijken op
de huidige tijd. Ik wilde namelijk niet alleen maar islamitische lezers, ik wilde ook Nederlandse lezers of westerse lezers wilde ik bekoren. Ik wilde ik wilde ze niet vervreemden. Ik wilde niet dat het iets exotisch is wat van een totaal andere wereld is en wat helemaal geen raakpunt heeft, geen raakvlak heeft met onze wereld hier. Die dingen, die twee werelden wilde ik juist samenvoegen. West en Oost, modern en traditie. Die wereld wilde ik samenvoegen. En je begon met... Ik ben heel geïnteresseerd in hoe jij nu Nederland dan ziet. Het. Zijn we ook in transitie? Nou, ik zie de wereld nu zeker in traditie, ja. Transitie, ja. Het is duidelijk te zien. De opkomende macht is nu toch echt China. En Europa en de VS zijn toch duidelijk aan het verzwakken. Dat is duidelijk wel een tijd van overgang, een tijd van transitie. Ja. In literair opzicht is dat een van de redenen waarom ik voor die tijd heb gekozen. Het is niet alleen historisch, voor zover het historisch is interessant, het is ook literair interessant, vind ik persoonlijk. Het lijkt mij wijs om gewoon een passage te gaan horen. Die hierover gaat of gewoon een passage? Ik wil dat de mensen een indruk krijgen van jouw boek. Oké. Kies uit wat jou aan het hart gaat. Ik heb net even gekeken en ik zal een stukje... Hoe lang mag ik lezen? Hoe lang wil je? Oké, ik zal gewoon een stukje lezen. En het gaat over de hoofdpersoon die net emigreert van de ene plek naar Mekka. En hij moet even aarden. Hij moet zich even aanpassen. Het is toch een hele andere stad dan hij had gedacht dat het zou zijn. Ik had tijd nodig om te wennen. Dat deed ik door zoveel mogelijk te proberen mijn oude leventje uit Yathrib voort te zetten. Ondanks het feit dat ik in Mekka geen mestvaat tot mijn beschikking had om in te springen en dat het er heel veel warmer was. Ik ging naar school, wat nieuw was voor mij. En leerde lezen, schrijven en rekenen. Nu ja, rekenen. Mekka is geen Antiochië. Je vindt hier geen academie of internaat waar zonen van stedenkoningen worden opgevoed tot diplomaat of generaal. Onze leraar schonk weinig aandacht aan iets anders dan optellen en vermenigvuldigen als het op rekenen aankwam. Al te vaak werden de lessen verstoord door zich vreselijk misdragende scholieren. Wanneer ze door de leraar met de stok werden terechtgewezen, volharden ze juist in hun weigering om te leren. De leraar raakte ontmoedigd en stuurde iedereen, ook zij die welwillend waren, naar huis. Er bleef geen andere mogelijkheid over om dan jezelf maar te vermaken. Ik nam plaats op het dak van ons huis. Daar was ik vaak te vinden. Vanaf daar kon ik ongezien de buurt bespieden. Bij iedere ademhaling voelde ik de benauwdheid op mijn longen drukken. De hitte van de zon verschroeide zowat de haren van mijn kop. Zo kon het gebeuren dat ik op een van die vrije dagen getuige was van een gevecht bij ons in de straat. Een lange, magere jongen was bezig om in zijn eentje een hele groep andere jongens van zich af te slaan. Hij maaide woedend met zijn vuisten in de lucht en slaakte op hoge toon vreselijke verwensingen. Bij de armen open stonden mensen afkeurend te roepen zonder dat ze hem te hulp schoten. Er school iets in het gebeuren wat mij rechtstreeks in het hart trof. Tranen sprongen me in de ogen, eerlijk waar. Zonder nadenken rende ik de trap af, de straat op. Ik deelde een kopstoot uit, beet iemand een stuk nek af, een ander krabde ik met een klauw van je welste de huid van het gezicht en nog een ander gaf ik zo'n harde trap tegen zijn kont dat zijn adem dagenlang naar de pek moet hebben geroken die ik van mijn oom op mijn schoesel moest smeren. Zo dropen ze één voor één af. Plots drong een meisjesstem tot mij door. Wat doe jij nou? Heb ik je soms om hulp gevraagd? Buiten adem keek ik de dunne, stokachtige jongen aan. Niet alleen had hij een hoge meisjesachtige stem, ook zijn gezicht vertoonde duidelijk de trekken van een meisje. Wat ik niet kon rijmen met zijn vervaarlijke hoofd, dat kaal was en onder de littekens zat. Ik deed het niet om jou te helpen, zei ik. Oh nee, waarom deed je het dan? Ik weet niet, ik deed het gewoon. Beloof me dat je dat nooit meer doet, behalve als ik het vraag. Hoe kom je aan die littekens? Beloof het dan!
zei ze dwingend. Ik beloof het. Hoe kom je aan die littekens? Iedereen heeft littekens. Ik niet. Dan ben je een flikker. Ik ben Hafsa. Een meisjesnaam. Ik probeerde niets van mijn verbazing te laten merken. Wie waren die jongens eigenlijk? Vroeg ik. Hoe moet ik dat weten? Waarom had je dan ruzie met hen? Waarom wil je dat weten? Denk je soms dat het mijn schuld is of zo? Ik ben maar een meisje hoor. Kom, zei ze toen. Je mag me trakteren op gestremde melk. Daar heb ik zin in. En jij kiest uitgerekend een passage die precies wijst naar de vraag die ik je nog graag wilde gaan stellen. Er wordt wat afgevochten. En dit is ja, de helderste scène waarin dat gebeurt. Maar je laat ook je personages ergens zeggen, ik parafraseer, vechtlust zit ons in het bloed. Het hoort bij onze cultuur of zoiets. En je kijkt nu al heel vreemd. Ja, ik zit te denken, van, oh, is dat zo? Waar ben je benieuwd waar de vraag heen gaat of ben je benieuwd of je het echt geschreven hebt? Volgens mij heb ik dat niet zo geschreven. Daarom zit ik te denken van, waar heb ik dat dan geschreven? Maar ik weet denk ik wel ongeveer wat jij bedoelt. En die passage weet ik ook wel te vinden, denk ik. Maar dat is ergens aan het einde, wanneer die spiritueel leider, die geestelijk leider, zich op een gegeven moment negatief uitlaat over hoe de politieke leider een bepaalde zaak afhandelt. Toch? Dat is een van de passages, maar het komt. Ik heb het zo ervaren. En dat is natuurlijk ook altijd het verschil tussen de schrijver en de lezer. Het viel me op, er wordt nogal wat afgevochten en er wordt nogal ook het excuus dat daarvoor wordt gegeven is, het zit in ons bloed. Iets in die trant heb ik eruit opgepikt. Dat leidt natuurlijk tot de vraag als jij zegt van dit verhaal gaat natuurlijk ook over niet alleen het Nederland van nu, gewoon de hele wereld van nu. En over ja, de moslimachtergrond. Is, ja, kijk, eigenlijk als ik die vraag ga stellen en jij zegt ik heb het zo niet bedoeld, dan kan ik nooit vragen. wilde je daar iets mee doen? Nou, nee, dat staat nergens op zo'n vraag. Maar je hebt vast een antwoord. Ja, ik heb wel een antwoord. Het is namelijk, in ieder geval is mijn hoofdpersoon, de jongen dus net over wie ik net voorlas, de jongen groeit uit tot uiteindelijk de leider van Mekka. Juist omdat hij niet zo'n vechtersbasis. Hij is het wel, op een gegeven moment, zo halverwege het boek, maar hij groeit er bovenuit en leert op een andere manier dingen op te lossen. En hem wordt dan verweten dat hij juist niet de gewelddadige weg kiest wanneer ze worden aangevallen, wanneer Mekka door een vijand wordt aangevallen. Hem wordt dus verweten. Hij kiest voor het gesprek. Precies, hij kiest voor. Ja, het wordt hem wordt zelfs lafheid verweten. Dat hij kiest ervoor om te vluchten. Hij laat Mekka volledig aan zijn lot over. En laat het eigenlijk aan het leger van de olifant. Van de olifant, van de Abyssiniërs, wat nu Ethiopië is. Hij laat het volledig aan hun over. En doe er maar mee wat je wilt. Hij kiest voor zijn mensen. Die laat hij keurig vluchten. En dat wordt hem kwalijk genomen door, nota bene, een spiritueel leider. Die zich beroept op het feit dat je Mekka niet zo eerloos moet gaan verlaten. Je moet juist vechten. Een spiritueel leider die daartoe oproept. Ik heb de indruk dat wel meer spiritueel leiders uit de islam dat doen. Ja, dat zijn de spoten. Kijk. Het personage, een van de personages. Ik kan me trouwens een spiritueel leider herinneren uit Verenigde Staten vorig jaar. Die ook zoiets heel riet. Goed, heel goed. Er staat de zin, wee de ongelukkige die gedoemd is vergeten te worden alsof hij nooit heeft geleefd. Is dat ook jouw motto als schrijver? Is dat waarom je dit verhaal wilde toevoegen? Nou, het is denk ik. Het is het motto van iedereen. Ik denk dat alle mensen streven naar betekenis. Ze willen hier zijn op de wereld en niet hiervoor niet zijn geweest. Ze willen iets hebben betekend voor iemand of voor iets of voor een bepaalde zaak. Dat is wat mensen drijft. En een volk dat in dit geval
de Arabische stammen van het Arabisch Schiereiland, Saudi-Arabië. In die tijd, zij zagen dat wie de grote volkeren waren. Dat waren de Byzantijnen en dat waren de Perzen. En zij konden het niet, ze moesten op de een of andere, er was een enorme drijfveer om uit die anonimiteit waarin zij dus eeuwenlang hadden gezeten, om zich daaruit te ontworstelen. Om iets toe te voegen aan de wereldgeschiedenis. En nou ja, daar hebben we dus Mohammed aan overgehouden. En aan jouw wens om iets toe te voegen hebben wij het boek. Dat bedoel ik overigens niet cynisch hoor. Ik denk dat de wereld echt blij mag zijn dat er een Mohammed in de wereld is verschenen. En dan ga ik een heel mooi bruggetje maken. Ik denk dat we ook blij mogen zijn dat jij die taak op je hebt genomen om deze episode te beschrijven in het boek De Aankondiging. Mijn advies is het allereerste woord van jouw verhaal. En dat is ook het allereerste woord waarmee de Koran begint. En dat is... Lees. Dames en heren, Saïd Al-Hadji. Dank je wel. En zoals u gewend bent van literatuur late night, is daar altijd de literaire agenda. Wauw, met een muziekje op de achtergrond. De literaire agenda nu zelfs van niet alleen december, maar ook januari. Want in januari is er even geen editie. Dus u krijgt echt superveel literair nieuws, zou je zeggen. Nou, mooi niet. Het zijn er maar 5 evenementen waar ik u over bij praat. U mag meeschrijven, maar u mag ook straks kijken op www.literatuurlatenight.nl. We beginnen op 10 december met de NK Poetry Slam, waar de beste slammers van Nederland het tegen elkaar opnemen. De winnaars van 21 regionale wedstrijden zijn dat en zij strijden daar om de Gouden Vink. En mocht u daarbij willen zijn, reis dan af naar Utrecht, naar de Tivoli. Tivoli de Helling om precies te zijn. En u kunt meer lezen op www.nkpoetryslam.nl. 6 dagen later, 16 december, Writers Unlimited, the series. In samenwerking met Writers Unlimited organiseert de Centrale Bibliotheek Den Haag hier dus nu Writers Unlimited, the series. In iedere aflevering komen schrijvers samen om in gesprek te gaan over een gedeeld thema. En centrale gast dit keer is Michael Cunningham, die u allemaal kent als schrijver van onder andere The Hours. Hier dus op 16 december. Net genoemd, Writers Unlimited, die hebben ook hun eigen grote festival. Dat was voorheen Winternachten, nu heet dat dus totaal anders. Het gaat over dromers, over utopieën, over het najagen van idealen. Schrijvers en denkers uit Nederland en ver daarbuiten laten zich uit over hun dromen en over hoe en of die verwezenlijkt kunnen worden. Dat is allemaal te doen in Theater aan het Spui en Filmhuis Den Haag. Winternachten.nl, daar vindt u meer informatie. U mag 19 december mag u naar de Orde van de Dag. Nou, en dat is nog eens een staaltje zelfpromotie, smerig tot en met. Het is een actualiteitenshow, hyperactueel mag ik wel zeggen, satire van de bovenste plank. Op de dag zelf worden sketches, liedjes, theaterscènes geschreven door de nieuwste generatie schrijvers en acteurs. En elke keer aangevuld met een oude rot uit het vak. 19 december is onder andere Jeroen van Merwijk daar te gast en acteur Jack Woutersen. Mocht u zin hebben om in januari te gaan kijken, 29 januari om precies te zijn, dan hebben wij te gast Kees van Kooten. Bent u benieuwd? www.ordevandedag.org. En op 3 februari is het dan weer tijd voor een nieuwe literatuur late night. Dan gepresenteerd door Abdelkader Benali. De gasten houden wij nog even geheim. U mag op de website kijken en dan komt u er langzaam maar zeker achter. Maar we hopen u hier in ieder geval 3 februari weer terug te zien. Dan nog een paar nieuwe boeken waarvoor u naar de boekhandel kan rennen. Wij krijgen een nieuw werk van Christine Hemmerichts. Haar bloed bij uitgeverij De Geus. Nou ja, dat ziet u zelf ook. Dat hoef ik u helemaal niet te vertellen. Mensje van Keulen komt weer met iets nieuws op de proppen. Liefde heeft geen hersens. Dat is uitgeverij Atlas. En dan de leukste titel van het komende, komende seizoen. Jan Siebelink met Oscar.
Daar kijken we allemaal reikhalzend naar uit. En wellicht hebben we die wel te gast. U weet het niet. U gaat het allemaal meekrijgen als u kijkt op www.literatuurlatenight.nl. En dan is het nu tijd voor minder gepraat door mij. Eindelijk houd ik eventjes mijn mond. En dat is omdat ik het podium heel graag overgeef, of toch op zijn minst de microfoon daar, aan muzikante Lotte van Dijk. Zij won jaren geleden de grote prijs. Ondertussen heeft ze nog een eigen album uitgebracht, getiteld Lege Plaatsen in de Stad. Zij componeerde filmmuziek voor onder andere Eddie Terstal's Sextet. En zij heeft haar eigen voorstelling Privécarré, waarmee ze onder andere op Oerol stond en waar je te gast kon zijn, heel intiem, met slechts 2 mensen publiek en zij die daar muziek maakt in het Privécarré. Nu doet ze dat dan voor in één keer een enorme mensenmassa. Ik hoop dat u haar wil begroeten met het meest daverende applaus dat u heeft. Ik ben heel trots dat ze hier te gast is. Krijgen we 2 liedjes? Ja. 2 liedjes krijgen wij van, dames en heren, Lotte van Dijk. Ik begin met een hele nieuwe. En hij heet Ik maak een reis. Ik maak een reis en ik maak het goed. Ik maak de lucht is...
alleen. Ik maak een reis, ik ga nergens heen. Dankjewel. Nu een heel spannend moment, ik moet namelijk even omstemmen. Het moment waarop ik altijd denk, had ik maar 2 gitaren meegenomen? Oh ja. Een liedje over de winter van me te goed.
Dames en heren, Lotte van Dijk. Lotte, heb jij heel toevallig een enorme tas vol met cd's bij je? 4 cd's slechts? 5. Dus mensen moeten zich haasten. Meteen nu al. Maar je mag natuurlijk ook nog bestellen, hè? Dat kan natuurlijk ook. Bestellen bij lottevandijk.nl. Zeker. Ik waarschuw u, als ik die cd opzet, dan moet ik altijd een heel klein beetje huilen. Dus koop hem. Lotte van Dijk. We gaan door. Hier nog een gesprek aan tafel. Wij zijn apetrots, dus vragen we haar het podium te bestijgen onder luid applaus. Ik heb het over Marente de Moor. Welkom, Marente. Heel fijn dat je hier kan zijn. Ik ga je introduceren. Iedereen weet het natuurlijk gewoon allemaal al lang. Je woonde jarenlang in Rusland. Je schreef daar stukken voor de Sint-Petersburg Times. En columns voor de Groene Amsterdammer. Deze columns die werden in 1999 gebundeld als Peterburgse vertellingen. In 2007 verscheen jouw debuutroman, De Overtreder. In 2010 kreeg dat ook over de grens succes, werd het vertaald in het Duits. In datzelfde jaar kwam ook je tweede roman uit. En dat is De Nederlandse Maagd. Grote sticker erop, winnaar literatuurprijs 2011. Je hebt een veel mooiere. Laat die maar gewoon zien. Die is beter. Die is veel beter. Wat is er gebeurd? Waarom is deze cover gekomen? Wat een lelijk gedrocht. Ja. Hoe kan dat? Ja, dat is de mid-price. Die hebben ze dus op de markt gebracht toen deze niet meer genoeg opviel. En op dat moment brak het tumult rond de Akelprijs uit. Ja, dan dus zit je opgeschreven. Dan zit je met twee boeken. Ja, nou ja, god. Ik vind deze mooi, absoluut. Wat er dan nog moet worden verteld als we jou inleiden. Tenminste, dat lees je dan in alle interviews, in alle publicaties. Marente de Moor is dochter van schrijfster Margriet de Moor. Joh, dat wisten we allemaal al lang. En woont in Zuid-Limburg. Waarom in godsnaam vermeldt toch iedereen dat jij in Zuid-Limburg woont? Ja, dat is de persoonlijke toon die men eraan wil geven. Men kaapt het. Ik ben gekaapt door de Limburgers als promotor van de provincie. Door het Nederlands Dagblad ben ik gekaapt als Calvinist. Die zijn op een bedovergrootvader gestuit. Trouw heeft mij gepresenteerd als feministe en zo heeft ieder zijn deel. En hoe zal ik jou dan claimen? Gewoon maar als Marente. Ik ben in Den Haag geboren. Kijk aan, we gaan dan claimen, het lukt. ACO Literatuurprijs, die win je totaal tot je eigen verbazing? Nee, toch niet. Nou ja, verbazing, wat ik zei, ik was geschrokken. Het was niet helemaal de bedoeling om op dat podium te staan op dat moment. Ja. Verbazing is net alsof ik mijn eigen boek onderschat. Verrassing is iets positiefs en je rotschrikken is eigenlijk dat je liever onder een tafel wil gaan zitten dan zo in de spotlights te staan. Doe je dat sowieso liever onder een tafel? Of iets wat erop lijkt. Ja. Dan schrijft dat makkelijker dan wanneer iedereen op je let. En dan sta je daar op het podium en je tovert wat zinnen, een dankwoordje. Mm-hmm. En dan zeg je daar dat je blij bent dat de jury jou het recht van aanval gunt. Ja, hoe ik erop was gekomen. Ik ben echt op weg naar dat podium, dat nog best wel hoog was, heb ik die kwinkslag bedacht. Ja. Je moet natuurlijk heel gevat zijn tegenwoordig. Het recht van aanval is inderdaad een term uit de schermsport en een van de meest ondoorgrondelijke regels van het floretschermen. Help me dan eventjes, want ik zal niet de enige zijn die geen sjoe heeft. Je had vroeger natuurlijk de duels. En om te vermijden dat je de steek van de twee weduwen had, namelijk dat je tegelijkertijd elkaar doodsteekt, waarbij dus niet één weduwe ontstaat, maar twee, was er een regel aangenomen dat degene die als eerste de aanval inzet, dat je die aanval eerst moet pareren of afweren voordat jij het mag overnemen. En nu nog het verband met het winnen van de ACO Literatuurprijs? Heel letterlijk het recht krijgen om dit boek onder de aandacht te brengen. In al het geweld dat wellicht mijn collega's
waarmee zij onder de aandacht zijn gebracht. En dat boek, het boek was al een tijdje verschenen natuurlijk. Het mocht nog net meedoen. Het is een jaar geleden verschenen. Dus ik dacht, ja, nu kunnen meer mensen het lezen. En is het ook het recht van aanval om nu door te stoten en meteen aan een nieuwe stapel boeken te beginnen? Stapel nog wel. Nou, ik was al begonnen aan mijn derde boek en dat ligt nu natuurlijk eventjes stil. Omdat er komt heel veel op je af en dat verenigt zich heel moeilijk met het... Onder de tafel zitten? Het onder de tafel zitten inderdaad. Dus dat heb ik even opgeschort. Je moet op het moment dat je gaat schrijven, moet je dit kunnen afkappen. Ik heb van mensen gehoord, van collega's, die 2 jaar van slag waren. En dat gaat mij niet gebeuren. Ik heb 19 december als datum. Dan ga ik weer beginnen. Dan sluit je weer op. Ja. Je hebt in een interview gezegd dat je bij het schrijven toch altijd in totale paniek, in grote paniek raakt. Grote paniek... Ik schrijf in principe al 20 jaar, maar dan als journalist. En bij elk... De kleinste column, de kleinste artikel wat ik moet maken, heb ik er altijd zeer weinig vertrouwen in dat het me lukt. Dus laat staan bij een roman. Ja, dat blijft gewoon, dat blijft altijd. Ik ben natuurlijk een groot criticus van mijzelf. Ik zie alles wat fout kan gaan en fout is of in mijn eigen ogen. En ik heb absoluut geen vertrouwen in een goede afloop. En gaat dat ooit komen, vermoed je? Of is dit... Nee, ik denk dat nou, als ik dat nu nog niet heb, dan gaat dat nooit komen, vrees ik. Nee. Dan blijft het elke keer, elke column, elke zin blijft examen doen. Maar dat is goed. Ja, het is niet examen doen. Het is niet dat ik denk dat daar een jury zit en die daar hou ik me helemaal niet mee bezig. Ik hou me ook niet bezig met een lezer op dat moment. Maar ik denk dat het goed is als je dat je nooit blasé raakt als je iets schept, als je iets maakt. Dat je dat zelf altijd onder de loep van je eigen kritische oog moet leggen. Ja. En die paniek, die zat dus ook bij het schrijven van een ACO Literatuurprijs winnend boek. Ja, dit is absoluut een boek dat uit de hand gelopen is. Absoluut, ja. En kijk, zo'n idee begint altijd met een vage rumoer ergens. En dat spint zich uit tot een steeds sterker, duidelijk wordend muziekstuk misschien. Maar je begint met een vaag gevoel en je bent ergens door geïntrigeerd. Je gaat af op je intuïtie. En natuurlijk maak je je kunt een boek, vooral niet wat in een moeilijke periode speelt, kun je niet zonder een zeker schematisch overzicht maken. Maar dat is eigenlijk maar een houvast, een schijnhouvast is dat. Je gaat natuurlijk die lange tunnel in en het is net als een dun draadje dat je spant langs de afgrond waarvan je denkt, ja, daar kan ik me aan vasthouden, maar niet heus. Laten we eerst schetsen wat die roman... Nee, deze cover hou ik omhoog. Het speelt zich af jaren 30, vooravond van de Tweede Wereldoorlog. 18-jarige Janna, die wordt door haar vader, arts, wordt zij naar Duitsland gestuurd. Naar een landgoed, Het Raren heet dat. Daar zal ze lessen krijgen in schermen van ene Egon von Bötiger. En dat is iemand die haar vader heeft verpleegd, die hij uit de loopgraven heeft gehaald, uit de Eerste Wereldoorlog. En eigenlijk tegen zijn zin is hij verpleegd door die man. Ja. Zij hebben via brieven nog wat contact gehad, maar dat is niet helemaal soepel verlopen. Dus hij stuurt dus zijn dochter daarheen om schermlessen te krijgen, maar zij voelt aan van alles nog wat dat er iets mis is en heeft zichzelf de taak opgelegd om te ontrafelen wat daar tussen haar vader en die mysterieuze man, die echt getekend is, letterlijk en figuurlijk door die oorlog, wat er tussen die twee zich heeft afgespeeld. En het komt dan natuurlijk weer achter totaal andere dingen dan waar ze op rekent. Ja. Is dat de samenvatting die deugt? Ja, bravo. Het is niet makkelijk om die boek samen te vatten. Inderdaad, het lukt mij niet altijd even goed. Maar ja, dat klopt. Je mag deze gebruiken de volgende keer. Ja. Ja. Schermen speelt een belangrijke rol in het boek. Het gaat niet over schermen, maar je gebruikt het wel als kapstuk, als metafoor, als drijvende kracht. En je zegt dat zo'n verhaal begint ergens. En dat is een heel dun draadje langs de afgrond. Maar begon het bij het schermen? Was dat het belangrijkste? Ja, het begon bij het schermen, ja. En aanvankelijk dacht ik alleen maar in wat de compositie betreft om het op een scherm
partij te laten lijken, wat natuurlijk zo'n abstract idee is, dat het niet werkelijk goed zou worden als ik dat op die manier had uitgevoerd. Uiteindelijk blijkt toch wel degelijk dat de meest wezenlijke ingrediënten van de schermsport zich een weg hebben gebaand in de thematiek van dit boek. Maar laten we even beginnen. Waarom wilde je met dat scherm aan de slag? Omdat ik het zelf deed. Oh ja. Ik was zeer het was weer dit. Je bent geïntrigeerd. Ik kan overal door geïntrigeerd raken. Maar dit was een sport waarvan ik dacht, ja, er zitten allerlei rare momenten in deze sport. Veel emotie ook. En natuurlijk een zeer rijke geschiedenis. Wat voor rare dingen zitten er in die sport? Want het is inderdaad als leek, als je er naar kijkt, dan denk je, zitten we het naar elkaar te prikken? Nou ja, precies. Het is niet goed te volgen inderdaad voor de leek. Het Olympisch of het sportief scherm is moeilijk te volgen. Onder andere vanwege dat rare recht van aanval. En dat gaat ook zo snel. Maar het is natuurlijk een sport die teruggaat op een hele lange traditie van iets wat helemaal geen sport was. Maar een vergeldings, ja. Het duel. En, waar je ook echt een kopje kleiner moest maken. Ja, kopje gaat moeilijk met een rapier of een degen, maar dat sabel. Dat was doorheen dan? Ja, tot het eerste bloed, ja. Kom en ja. En dat is ook een praktijk die overigens naast het Olympische, de Olympische tak, wordt die ook nog steeds toegepast in wel behoorlijk clandestien. Was de mensoer. De mensoer bedoel je, ja, want het duel natuurlijk is al lang verboden in Nederland. Is gewoon de laatste duels eind 19e eeuw uitgevoerd, begin 20e eeuw. Dat mag al lang niet meer en ook als secondant was je medeplichtig. De mensoer is een typisch Duitse eigenaardigheid van een inwijdingsriet in het studentenleven. Dat vond ik een fascinerende gebruik, namelijk aan de ene kant zou het in een Afrikaanse stam niet misstaan. Hè? Het is een inwijdingsrite waarmee je kan laten zien, ik ben nu een volwassen man, ik hoor erbij en mijn litteken op mijn hoofd getuigt daarvan. Dat enerzijds, de schmies. Aan de andere kant is het dan natuurlijk weer typisch Duits om zo'n barbaarse of wilde rite te vatten in een dik boekwerk vol met regels. Je moet op zoveel lengte van elkaar afstaan, je moet een consenior hebben, een onderconsenior, een convenant, een x-aantal aanwezigen, geen vrouwen aanwezig natuurlijk, dat kan allemaal niet, een dokter van elke beide partijen. Dus dat is dan weer dat typisch, en dat staat zo symbool in feite met de worsteling die ook het nationaal socialisme in zich droeg. Ja, want dan komen we daarbij, je had al bedacht, ik wil iets doen met dat rare schermen, met al die rare regeltjes en die traditie. En dan de stap naar, het gaat zich afspelen in de jaren 30. Het gaat de nasleep zijn van de Eerste Wereldoorlog. Het gaat gaan de eerste donderwolken zijn van de naderende Tweede Wereldoorlog. Ja. Hoe ontstaat zo'n idee? Wanneer was dat nodig? Wanneer wist je dat gaat het zijn? Heel natuurlijk. Ja, dat zou ik met een pathetisch woord de magie van het schrijven kunnen noemen, waarmee je bij dit soort dingen terechtkomt. Ik had de Olympische Spelen in Amsterdam, 28, plus 8 jaar, 1936. De Olympische Spelen, de hoofdpersoon, een bak vis, hè, een meisje, raakt daar onder de indruk van een schermster die sterren, de allures had van een filmster. Helena Maya. Helena Maya, ja. Die ook aan de Olympiade van 36 deelnam als enige Joodse voor de Duitse team. Dat was zeg maar de excuusjood van Hitler. We hebben er ook beeld van zelfs dat zij op... Zij wordt tweede. Ja, wat leuk. Wie van de drie is ze? De middelste. Ja, zij zag eruit als het Arische meisje uit het Rijnland, maar haar vader was Joods. Dus zij was een zogenaamde mis. Er is als het goed is, een plaatje waar ze gehuldigd wordt als tweede. En dan staat ze daar wel met gestrekte arm. Terwijl haar paspoort was haar al in de Nuremberger wetten afgenomen. Ja, en zij was dus vertrokken naar Amerika toen ze terug werd gesommeerd. Van nou ja, daar konden ze dan het IOC had dat als eis eigenlijk gehad aan de Nationaal Socialist. Ja. Maar, wonderlijke spagaat. Een wonderlijke spagaat, maar ook een spagaat die ik heb geprobeerd te schetsen in de hoofdpersoon van dit boek. Een sportmeisje, want zij was ook zo oud nog niet. In Amsterdam, toen ze daar Olympisch goud won, was Helena Maya 17. Ben je alleen geïnteresseerd in die sport? En als je daarvoor zo'n goed moet uitbrengen, nou, als je ook haar memoires leest daarover, of haar brieven, of
Ze was alleen maar treurig was ze eigenlijk erover dat zij niet zo'n mooi eikje kreeg. Je kreeg een eik, een eikenboompje kreeg je mee naar huis, hè, van een bloed op bodem symbool. En dat kreeg zij niet, want ze had zilver gewonnen. Ze moest gewoon naar het tuincentrum. eigenlijk wat je daar schetst, zo'n meisje dat een ander doel voor ogen heeft, of eigenlijk gaat het misschien nog niet eens om het andere doel. Dat die oorlog, dat nationaal socialisme, ja, dat sluimerde een beetje. Dat was helemaal niet zo. Je laat het ook hier iets heel alledaags zijn. Sterker, ik laat het alledaagse veel aanweziger zijn, natuurlijk, dan de grote omwentelingen die wij nu in de geschiedenisboeken lezen. Je krijgt altijd een heel gecomprimeerd beeld van de geschiedenis in die boeken natuurlijk voorgeschoten. Ik herinner me uit mijn eigen Russische leven. Ik woonde daar in een tijd van grote omwentelingen die ons nooit bereikten als zodanig. Ja, dan belden we iemand uit Nederland. Ja, de tyfus is uitgebroken bij jullie. Niks van gemerkt. Er rollen tanks over het plein. Precies, ik reed daar langs, helemaal niks gezien. Maar wat altijd heel overheersend is en veel hardnekkiger is het leven van alle dag. Waar haal je aardappelen vandaan? Wat is de laatste mode? Wat is de laatste hit? Natuurlijk had men het in 1936 aan die keukentafel niet de godganse dag over Hitler. Dus dat kon. Een historische roman is altijd een leugen voor eigen bestwil. Absoluut, anders wordt het een lesboek, anders wordt het een leerboek. Je moet niet proberen iets te reconstrueren op die manier. Je gaat intuïtief te werk. Maar om die leugen voor eigen bestwil aannemelijk te maken, zorg je er wel voor dat al die attributen kloppen. Dus niet het horloge van Ben-Hur, hè, maar dus dat die inderdaad de muziek, het eten, daarmee bouw je dat op. Maar als ik dan heel kritisch mag zijn, mag ik... Dus op een gegeven moment, in de jaren 30, 36, zegt het meisje van 18, scheid aan. Ja, dat kan. Vond ik zo onze tijd? Ja, absoluut. Maar zij is ook onze tijd. Zij is in haar tijd onze tijd. Hè? Als je dat klinkt als Wartaal, maar dat wat ik weer zeg, die historische roman als leugen om eigen best wel. Zij leeft op dat moment in het heden. Dat het, men wil dat altijd onderbrengen in het genre van de historische roman, maar dat is helemaal niet relevant. Je bent een fictieschrijver, je bent iets intrigeert jou, iets, een probleem in die periode spreekt jou aan. Dat heb jij nodig. Ik ga haar niet laten spreken op een archaïsche manier, ik heb het ook niet in gotisch schrift afgedrukt. Zij is iemand van vlees en bloed nu daar. En bovendien, het is helemaal niet gezegd dat zij zoiets niet kon zeggen. We hebben heel weinig getuigschriften van hoe men werkelijk sprak. Je moet zeker nooit afgaan op literaire tijdschriften of pamfletten uit die tijd. Daarin had men natuurlijk een hele verheven taal werd er aangeslagen. En zij is een schermmeisje. Dat zijn toch altijd een beetje jochies. Je laat het tijdsbeeld en het nationaal socialisme laat je wel doorschemeren. Steeds meer wordt dat. En ook dat je als lezer op een gegeven moment halverwege denkt, als je het al steeds meer hebt aangezet, of rek, dan was dat in die eerste scène of zo, was dat ook al aanwezig. Ja. Bijvoorbeeld, die mannen die op bezoek komen om daar die mensoer te gaan doen, dat zijn allemaal SS'ers. Ja, uiteindelijk worden er dat. Het zijn natuurlijk de boersen van de boerserschaften en natuurlijk in het studentenvereniging, in het studentenleven was dat ook zeer doorgedrongen. Ja. En ook aan de keukentafel toch de butler, de hulp, Heinz. Ja, die Heinz, ja. Toch af en toe in één keer er een opmerking uitsmijt. Ja. Boos dat er bij de Olympische Spelen een neger heeft gewonnen. Ja, dat soort opmerkingen. En het wordt dus tijd. Het is goed dat er iemand iets zegt, dat de Führer er is. Ja. Het lijkt bijna over 2011 te gaan. Met andere namen. Ja, maar dat is ook zo'n Heinz, die zul je altijd overal tegenkomen. Ik heb hem eigenlijk meer gemaakt naar Russische kennissen of vrienden van mij. Van die types die ik in Rusland ook heel vaak tegen. Dat typische met de vuist slaan op tafel, grote stappen snel thuis denken. Zo'n man, ja, hij werkt in de koekjesfabriek en nu werkt hij op het land. Dat type Heinz zul je overal hebben. Dat is een type dat is gedreven door afgunst.
En wanneer je een grote groep hebt die het met elkaar eens is, of dat nou de Heinzies waren in de jaren 30 of de occupiers hier op het plein, als ze het eens zijn met z'n allen, dan moet je altijd denken, waar zijn ze jaloers op en door wie worden ze in die richting gemanipuleerd of gedreven? Een afgunst is een van de meest makkelijk manipuleerbare sentimenten. Dus een Heinzie zul je altijd hebben. Ja, als die sentimenten er dan zijn en er een land in één keer een andere richting opslaat, of in één keer, nee, het wordt in één keer zichtbaar, want onderhuid sluimert het. Dat is wat er in dat boek ook heel duidelijk gebeurt. Dan heb je nodig dat daar iemand daar iets van vindt. Dat daar iemand standpunt inneemt daartegen. En dat is wat er gebeurt, die titel De Nederlandse Maagd. In eerste instantie lees je het als, dat zal die 18-jarige Janna zijn. Nou ja, na een paar bladzijden is ze zo'n maagd niet meer. Dus dat zal niet in eerste instantie over haar gaan. En langzaam maar zeker wordt helderder die Nederlandse maagd, dat symbool staat voor de Nederlandse maagd. Je kent het beeld, die dame met de leeuwen. Het beeld dat ook op de postzegel stond van de interneringskampen. Het interneringskamp waar Egon zat, waar hij werd geholpen door de vader van Janna. Dat soort postzegels, prachtig, dankjewel. Oh, wat goed, ja. En dat de Nederlandse maagd, dat voor die mannen die daar in zo'n interneringskamp zaten, voor in het buitenland, dat een spottende naam werd voor... Voor het afzijdige, de neutrale houding van Nederland. Ja, het is opvallend. Inderdaad, Nederland was er bijna trots op. Op een afzijdige, neutrale houding, hoewel ze het niet aan zichzelf te danken hadden. Het is een besluit geweest van de Duitsers. En aan de andere kant heb je inderdaad de mannen van eer en geweten en vaderland, zoals Sam van Buttiger, die daar absoluut dat niet inziet. En dat is een enorme discrepantie tussen inderdaad de arts aan de ene kant, hè, de vader van het meisje, die overigens veel minder neutraal is dan lijkt, want hij stuurt zijn dochter als een soort argument eigenlijk. Hè. Het zogenaamd moet ze gaan schermen, maar het is een overtuigingsargument van in een discussie die hij had met Van Buttiger. Maar de redenatie van zo'n Van Buttiger is natuurlijk heel anders. Dat is een man van eer, van trots, van zijn insignes. En die hij allemaal kwijt is. En dat is de schuldige daarvan is dat neutrale Nederland of die arts, die toeschouwer die hem heeft misbruikt als een soort observatieobject eigenlijk. En daardoor heeft hij zijn eer niet kunnen behalen aan het front. Maar neutraliteit wordt dan laf. Dat is in de ogen van dat soort mensen is dat zo, ja. Dat is een manier van... En bovendien is het uiteindelijk ook zo. Dat is een van die ingrediënten van die schermsport. Kijk, bij het duel werd je ook medeplichtig gezien als je de secondant was. De secondant is de scheidsrechter. Ja, niet de scheidsrechter. Ja, ieder heeft een secondant. Hè, dus je trekt of je nou met pistolen duelleert of met scherp... Met steekwapens. Je hebt ieder aan elke kant staat een secondant die erop let dat alles netjes gebeurt en volgens de regels. Maar toen het duel verboden werd, waren zij ook voor de wet medeplichtig. Dus je kunt zeggen, ik neem zelf geen deel. Ik kijk alleen maar, ik sta aan de zijlijn. En hoe lang blijf je dat doen voordat je wel degelijk medeplichtig wordt? En in het geval van Janna is dat natuurlijk zo. Zij voelt die houding, die afzijdige houding. Zij weet niet wat er aan de hand is. Ze graaft zich een weg in dat geheim en permitteert zich van alles. Ze scheurt brieven open, ze verbrandt ze. Uiteindelijk is ze de oorzaak van ruzie en wellicht ook dood. En pas daarna komt ze bij zinnen en denkt ze, wat heb ik eigenlijk aangericht? De toeschouwer is schuldig, heeft niet ingegrepen. Ja. Er is een passage, een brief aan Bredero door Gérard Thibault. En daarin wordt dit aangegrepen. Elke duelist zou moeten weten hoe belangrijk de secondanten zijn. Hun rechtvaardige ogen aan de kant. Dat zich niet laat troebelen door de bloeddorst van twee kemphanen, maar aantekeningen maakt voor het nageslacht. Ik hoop nederig dat ik de geschiedenis in zal gaan als de heelmeester van de blinde wraakzucht.
Thibaut, die heeft een standaardwerk in de schermkunst geschreven. Ja, schitterend boek. Het is gigantisch. Ik heb er alleen een kopie van en ik werd nu benaderd door de voormalige voorzitter van de Vlaamse Schermbond. Die heeft het origineel. 1616 geschreven. Dat was natuurlijk midden in die verlichting dat men dacht dat je die hartstochten die je natuurlijk krijgt bij ook in de schermsport tot in een minutieuze wijze kunt beteugelen door regels. En als je dat maar genoeg doet, namelijk met de wetten van de geometrie, de wiskunde, alles uitrekent, dan word je onschendbaar. Dus vooral je niet laten meeslepen, hè? Dat bloeddorstige, nee, het gaat allemaal volgens die regels en die plichtplegingen. En als het goed is, zal er dan geen bloed meer worden vergoten. Hij is eigenlijk, die Thibaut die hier wordt op, die op het pad komt eigenlijk, is als een soort scheidsrechter tussen die twee. Uiteindelijk tussen die vader en die van Buttiger, die allebei verschillende standpunten heeft. En het enige wat deze oude, wijze, Vlaamse, Nederlandse maître zegt is, ja, als je het allemaal goed genoeg uitrekent, dan blijf je onschendbaar. Dan hoef je ook niet aan te vallen, wat natuurlijk compleet onuitvoerbaar is, maar dat is een tweede. Nou ja, en je blijft onschendbaar wanneer je het heel goed uitrekent dat jij dan zogenaamd degene bent aan de kant, zogenaamd de neutrale. Ja. Er komen dus twee geluiden aan het woord. De een is voor neutraliteit. De arts vindt dat wel een aardig uitgangspunt. En die van Buttiger met zijn eergevoel, die ziet dat niet zitten. Die zegt, je moet altijd kant kiezen. Ik snap dat een fascinerende vraag is. Waar moet je nou voor kiezen? Waar neig jij zelf naar? Maar ja, het loopt niet goed af. Tenminste, het loopt in ieder geval niet goed af voor de toeschouwer. Uiteindelijk blijkt gewoon dat het niet kan. Dus dat je vuile handen moet maken. Ja, dan zal je maken, niet eens moet maken, je maakt ze. Als je maar lang genoeg daar blijft staan. En dat geldt wel voor een gevecht op straat van zinloos geweld. Als je daarnaast staat te kijken en alleen maar 112 in doet. Als wel bij een oorlog. Want de Belgen hebben destijds de Nederlanders van alles ook niet in dank afgenomen. Want afgezien van het feit dat ze de toestroom van ruim 1 miljoen vluchtelingen slecht hebben opgevangen, was Nederland eigenlijk toch ook wel een beetje op de hand van de keizer. Met de monarchie? Ja, dus zo makkelijk is dat niet. Het is nooit een makkelijke houding. Dat dilemma wordt heel, heel mooi weergegeven. Alleen we kunnen er heel lang over praten. Volgens mij is het nu een goed moment om ook te horen hoe dat boek klinkt. Heb jij een eigen favoriete passage? Nou, dan moet je misschien kiezen. Ik heb er eentje waarin een varken wordt geslacht. Dat is altijd goed. Altijd, doet het hem altijd. Ik heb ook de brief van Buttiger op zijn dieptepunt in het interneringskamp. Dat is misschien. Wie wil het varken? Varken. Oh, toch het varken. Een raar publiek bent u. Ja. Nou, dan gaan we een varken slachten. Brief. Ja, wat is het? Brief. Ah, het is toch... Wil de rest dan? Varken. De rest wil varken. Of is neutraal? Ja, neutraal. Ja, dan... ik kan het varken ook niet meer vinden. Dus ja. Ja, dus dat is dan... Of is het hier, het varken? Even kijken. Was er wel een varken? Ja, er was een varken. Een varken dat het lievelingetje was van de tweeling. Er komt een tweeling in dit boek voor. Het boek dat rust heel erg op het thema van de symmetrie. Een tweeling die... idolaat is van elkaar, van zichzelf en ook tegen zichzelf schermt, of tegen elkaar. En zij hebben zich ontfermd over een varken, maar dat varken dat moet natuurlijk worden opgegeten en eerst geslacht. De dorpsslachter was een man met zo'n smetteloos voorkomen dat je moeilijk kon geloven dat hij 8 kilometer met elkaar door de regen was gegaan.
Hij stapte de keuken in, waar het water al in tijlen op het vuur stond, schoof zijn gereedschapstas onder de tafel en plofte neer met een gezicht alsof hij een café bezocht. Dat was wel een beetje zo, omdat de snaps die Leni hem serveerde een vanzelfsprekend bijverschijnsel was van zijn beroep en ook een tweede glas sloeg hij niet af, want op één been kun je niet staan. Toch was hij niet boers. Hij had een verstandige blik, netjes geschoren wangen, beheerste zijn tafelmanieren beter dan de tweeling die tegenover hem zat te kanen met de ellebogen op tafel. Ze hadden geen flauw idee wat hij kwam doen, ook niet toen Heinz hem een moker presenteerde. Hier, mag je lenen. Kopslag, zonder bout. Zo doen wij dat al eeuwen, kopslag, halssneden. De slachter schudde verbijsterd zijn hoofd. Ik piek er niet over. Waar is de heer des huizes? Een schietmasker geeft niet voldoende uitbloeding, zei Heinz koppig. De slachter haalde uit zijn tas een cilindervormig instrument en zette het op tafel, vlak voor de neus van Siegbert, die nog steeds niets vermoedde. Duits fabrikaat pyrotechniek heeft me nog nooit in de steek gelaten of ze nou 100 of 200 kilo wegen. Een half uur later werd de zeug naar buiten gejaagd. Ze schreeuwde voor een varken heel melodieus door telkens drie dalende tonen te herhalen. We kregen het ervan op onze heupen. De tweeling stond in de deur te huilen met hun handen op hun oren. Leni zeulde met kokend water en stro alsof je iemand moest bevallen. De maître gebaarde dat we weg moesten gaan. Hij hinkte nog meer dan anders. Nu op zijn bovenbeen een voetraal was gebonden met een slachtmes erop. Alleen Heinz lachte, drentelend om het varken dat niet stil wilde blijven staan, haltroepend als een scheidsrechter. Uiteindelijk kreeg hij het voor elkaar om haar met een achterpoot aan de staldeur te strikken. En al die tijd zong ze, met neergeslagen oren, terwijl haar ogen de slachter registreerden, die haar van achteren naderde, dan weer rechtsom, dan weer linksom, tot het slagpistool op haar voorhoofd stond. Halt! De zeug stortte stuiptrekkend op het beton. De slachter draaide zich op zijn hakken om, de atleet die het resultaat van zijn worp nog niet wil zien. Heinz pakte haar rukkende achterpoten vast, terwijl de maître een stijl onder haar hals schoof. Daarna haalde hij het mes uit het foedraal en vloeide het gitzwart voor mijn ogen. Mogelijk verstreek er een tijdje, voordat ik ze weer opende en in het lege land de silhouetten zag van drie mannen, die het beest op de knieën zette en openkapte bij de rug. Leni zei dat ik zout moest gaan halen tegen het stollen. Die nacht wist ik zeker dat ook de anderen het varken hoorden huilen, met lange halen over de kaalslag rond het huis. Varken. En de brief leest u maar lekker zelf. Je hebt 3 jaar over dit boek gedaan. Dat betekent in 2007 begonnen, in 2010 is dat dan afgerond. Ja. En dan nu in één keer win je een prijs, wordt het dus weer enorm hip, word je weer opnieuw uitgenodigd om overal over dat stokoude boek te praten. Ben je daar niet beu? Ja, het is eigenlijk bijna alsof ik het weer zelf aan het lezen ben. Vandaar dat ik ook moest zoeken, dat ik niet kon vinden. Nee, het valt me wel mee met dit boek. Ik had het met mijn vorige boek sterker, mijn eerste boek, dat is vertaald in het Duits en daar is wat tijd overheen gegaan. En dat boek was echt een streep onder mijn Russische leven. En die had ik gezet met dat boek, zo klaar ermee, gaan we niet meer over Rusland. Dan moet je vervolgens, dit jaar heb ik nog in Duitsland lezingen gehad over dat eerste boek. En iedereen is dan natuurlijk helemaal begeesterd, terwijl mij komt het inderdaad al de neus uit. Maar dat heb ik met dit boek nog niet, nee. Je gaat vanaf, wat zei je, 19 december heb je jezelf gegeven, dan weer keihard aan de slag met nieuw werk. Ja. Heb je al bedacht van ik ga daar weer 3 jaar aan werken of gaat dat dan sneller of duurt dat nog langer? Dat weet ik nog niet natuurlijk. Geef je jezelf een deadline? Ik zou dat niet willen. Op een gegeven moment geeft de uitgeverijen een deadline. Tenminste, die beginnen dan te emmeren dat ze een brochure willen en een titel. En een heel, heel vervelend. Dat is inderdaad die commercie, hè, waar Saïd het al over had. Dat je wordt gedwongen van alle recensies. En dat allemaal bar weinig te maken heeft met de realiteit van het schrijven zelf. En ik kan dat met je debuut kan je heel makkelijk zeggen van oh, opeens is dat boek ter kant en klaar. En hier, ze weten dat ik het aan het maken ben. Dus ze zullen ze nu nog wel
me gaan bellen. En rust er een vloek over om iets los te laten over het idee? Nou, vloek. Ja, ik ben er wel knap bijgelovig in. Ja. Dus daar gaan we niets uit je krijgen? Nee. Wordt er in geschermd? Nee, dat is nu wel. Dat partijtje is nu af. Geen Rusland? Ook geen Russen, nee. Het wordt een nieuw boek. Het wordt een nieuw boek. Ik dank je hartelijk dat je hier te gast wilde zijn. Ben jij straks bereid om de mensen die het gaan kopen te signeren? Ja, tuurlijk. Jij blijft nog even heel erg goed. Saïd, jij ook? Ja. Heel erg goed. Dan vraag ik nu een applaus voor Marente de Moor. Dank je wel. En hooggeëerd publiek, het was aangekondigd. Nu is het moment aangebroken waarvoor u allen natuurlijk hier naartoe bent gekomen. Het winnen van boeken. Er worden nu eindelijk dan ook die twee boeken daar losgepeuterd bij de boekhandel. Is dat met de mooie koffer of met de lelijke koffer? De lelijke. Ja, nou, het spijt me, maar het is wel gratis. U moet daar wel iets voor doen, dat begrijpt u. Het is een quiz. Het is een quiz die multiple choices. Dus u hoeft eigenlijk helemaal niets zelf te verzinnen. U kunt gewoon alles op de gok doen. En er zijn al mensen geweest die werkelijk niets van literatuur weten en toch ervan doorgaan met die boeken. Dus het is ook voor u weggelegd. De allereerste vraag is, wie willen überhaupt meedoen aan die wedstrijd? Nou, dan vraag ik degene die willen meedoen nu te gaan staan. Er zijn mensen die twijfelen. Wil ik meedoen? Wil ik meedoen? Het is dit boek, hè? Saïd El Hadji heeft er net over verteld. En het is ook dit boek. Man, ik zou het wel weten. Overwin die schroom en ga staan. Goed, het is nu als volgt. Ik stel een vraag. Die vraag kunt u meelezen. Dat is wel zo makkelijk, want als u mij niet kunt verstaan, dan kunt u toch gewoon mee blijven doen. En u steekt uw linkerhand op bij antwoord 1 en uw rechterhand op bij antwoord 2. En als u het goed heeft, mag u blijven staan. Als u het fout heeft, dan gaat u zitten. Zo makkelijk is het. Bent u er klaar voor of heeft u nog vragen? We zijn er klaar voor, roepen ze. Vraag 1. Wie won onlangs de Charlotte Keuler-prijs? Een driejaarlijkse prijs voor een dichter-romancier. Is dat linkerhand Margriet de Moor? Is dat rechterhand Mensje van Keulen? Vrij eensgezind. Dan hadden we die vraag net zo goed niet kunnen doen. Laat maar zien, wat is het antwoord? Doen we niet? Nou, dan had het bij mij even onderstreept moeten zijn. Shit. Nou. Mensje van Keulen. Iedereen die zo stom was om Margriet de Moor te antwoorden. Hoe kom je erop? Die moet gaan zitten. Vraag 2. Welke cabaretier en schrijver is de nieuwe gasthoogleraar aan de Universiteit van Tilburg? Is dat linkerhand Wim de Bie, rechterhand Kees van Koten? Zowel linkerhanden als rechterhanden gaan omhoog. Dat ruimt lekker op. Dat is fijn. Dames en heren, dit antwoord weet ik dan toch. Linkerhand Wim de Bie. Rechts gaat u lekker zitten. Op 8 november jongstleden overleed F. Springer in zijn woonplaats Den Haag. Welke functie... Ik heb de vraag nog niet gesteld. Welke functie oefende hij uit? Was hij ambassadeur of was hij hoogleraar? Nou, dat gaat ook vrij eensgezind en dan durf ik gewoon te zeggen dat dat de linkerhand is. Ambassadeur. Suffert. Wie won deze week de Constantijn Huygensprijs? Was dat linkerhand Thomas Rozenboom of was dat rechterhand Aft van der Heijden? Rechterhanden, daar doen we het voor. In dit geval Aft van der Heijden. En dan hebben we nog een paar mensen over. Best wel veel eigenlijk. De vragen zijn dit keer veel te makkelijk. Maar dat gaan wij oplossen door de zogenaamde shootout vragen. En ik ga iedereen die nu nog durft een microfoon onder de neus duwen om een antwoord te geven. De vraag is... gaan mensen zitten nu ook. Heel goed. We beginnen aan deze kant. De vraag is...
Hoeveel Vlamingen waren dit jaar genomineerd voor de ACO Literatuurprijs? Twee, onthouden we. Drie. Eén. Vier. Drie, ja, probeer het, kan jou het schelen. Eén. Zeven stuks, meneer. Man, waar komen ze vandaan, die Belgen? Wat denkt u? Vier. Twaalf. Ja, er zijn niet eens 12 Vlaamse schrijvers. Hoe krijg je... Drie. Twee. Acht. Drie. En dan nog het laatste antwoord. No. Dames en heren. Er zaten een aantal mensen heel dichtbij. Maar Marente, wat was het antwoord? Het antwoord was nul. En dat maakt dat wij een winnaar hebben. Kom naar voren. Ik ga je feliciteren. Wat is je naam? Martijn. En ben jij ook lezer van beroep? Van hobby. Van hobby. Je hebt twee gloednieuwe boeken gewonnen. Begroeten met een groot applaus. En ik denk dat jij, Martijn, hiermee ook het recht hebt verworven om als eerste je boek te laten signeren door onze schrijvers. Je herkent ze aan dat ze zijn. Martijn, ren erop af. Ik heb een pen voor je. Ik wil hem wel terug. Ja? Nog één keer een applaus voor de winnaar. Martijn! En daarmee komen wij aan het einde van deze editie van Literatuur Late Night. Ik dank u uiteraard heel hard voor uw komst. Maar minstens zoveel dank ik onze gasten Lotte van Dijk. Ik dank Marente de Moor, Said Al-Hadji. Ik dank iedereen die achter of voor de schermen heeft meegewerkt. Eén van die mensen voor de schermen, dat was ik. Mijn naam is Oscar Kokke. Ik dank u heel erg voor uw komst. Ik wens u nog een heel fijne avond en hoop u in februari weer terug te zien. Tot dan.